Yo mensen, ik ben Trioxo en welkom bij een nieuwe video. En vandaag is het eindelijk zover. De kogel is door de kerk. We weten eindelijk wat voor achtbaan Bobbejaanland zal bouwen in 2019. Hopelijk zijn jullie benieuwd en we zullen dit zien na het intro. Als jullie ooit, of nou ja, ooit, 2 weken geleden of zo, deze video op mijn kanaal hebben gekeken, dan weten jullie dat ik het zeg maar een beetje heb voorspeld. Bobbejaanland gaat in 2019 een triple launch coaster van Gerstlauer bouwen. Het eerste wat in me opkomt als ik denk aan een Gerstlauer triple launch coaster is Gold Rush in Slagharen. Dus daarmee kunnen we dit een beetje vergelijken. Voor de mensen die niet weten wat een triple launch coaster is, dat is zeg maar een achtbaan die 3 keer gelanceerd wordt. Dit kan 3 keer na elkaar zijn, vooruit. Of dit kan ook voor- en achteruit zijn. Een triple launch coaster is wel altijd op dezelfde launch, denk ik. Hopelijk ben ik daar juist in. Ik denk als het 2 aparte launches zijn voor één achtbaan, dat het dan een multi-launch is en geen, ja, dubbel launch of triple launch of ja, ik weet niet hoe het zit. Zo nerdy ben ik nu ook weer niet. Maar ja, en als ik nu eens eerlijk mag zijn, ik ben echt ontzettend blij dat Bobbejaanland eindelijk een nieuwe achtbaan krijgt. Een goede trill-achtbaan. Het maakt me gewoon ontzettend blij om te horen dat Bobbejaanland eindelijk een deftige attractie erbij krijgt. Want na King Kong en Forbidden Caves mogen we eindelijk wel iets deftigs in Bobbejaanland hebben, zeg. Want wat een flutattracties zijn dat nou weer. En wat echt heel leuk is en heel interessant is, is dat Peggy Verelst, een directielid van Bobbejaanland, heeft verklapt dat het de hoogste, stijlste triple launch met de meeste inversies van de Benelux zal worden. En dat is heel interessant, want hij zal sowieso hoger worden dan Gold Rush in Slagharen. Maar ik ben heel benieuwd of ze Pulsar ook als triple launch meerekenen. Want eigenlijk is Pulsar ook een triple launch coaster, maar dan een apart model, een power splash van Mack is dat. Moest Bobbejaanland Pulsar erbij rekenen, dan zou de achtbaan in Bobbejaanland hoger dan 45 meter moeten zijn. 45 meter is toch wel een aardige hoogte. Zeker voor een triple launch coaster die meestal klein en compact zijn, is 45 meter heel hoog. Dus zou Bobbejaanland eigenlijk hoger moeten zijn. Dus eigenlijk 45,5 of zelfs 46 meter hoog. En als we dan kijken naar de meeste inversies, ja, dan zal deze versie in Bobbejaanland ongetwijfeld 3 inversies nodig hebben. Dus ik hoop dat ze er een paar leuke inversies in steken. Ik hoop dat ze er ook zo'n lekkere dive loop in steekt, zoals de Gold Rush heeft. Want mijn favoriete element van Anubis the Ride is denk ik wel de dive loop. Of nee, wacht. Ik vind gewoon elk deeltje van Anubis the Ride heel leuk. Maar ja, Anubis the Ride is ook een launch coaster van Gerstlauer, maar geen triple launch. Dus die tellen we even niet mee. Op Pulsar en Gold Rush na heb je helemaal geen triple launch coasters in de Benelux. Dus is het eigenlijk heel makkelijk om de snelste, stijlste en hoogste te zijn van de Benelux. En over snelste gesproken. Wederom, als ze Pulsar erbij rekenen, de Pulsar heeft een topsnelheid van 100 km per uur. Dus dan zal de triple launch coaster in Bobbejaanland sneller dan 100 km per uur moeten gaan. Als ik eerlijk mag zijn, betwijfel ik dit een beetje, want dat zijn toch wel hele hoge cijfers voor Bobbejaanland. Ik weet niet of ze het budget ervoor hebben om zo'n extreme achtbaan te bouwen. En dan resteert er nog maar de laatste categorie van die 3. En dat is de steilheid van de drop of gewoon van de achtbaan. En wederom, nogmaals, als ze Pulsar erbij berekenen, dan moet er ergens een moment zijn, ergens een vrije val, ergens een drop zijn in die nieuwe achtbaan die steiler is dan 90 graden. En wat ik heel opmerkelijk vind, is dat ze al een steile duikachtbaan hebben. De Typhoon is natuurlijk een Eurofighter, ook van hetzelfde achtbaanbedrijf, Gerstlauer. En dan zouden ze toch wel 2 hele identieke achtbanen hebben, die ook nog eens heel dicht bij elkaar komen te staan. Want Bobbejaanland wil de nieuwe triple launch coaster bouwen naast Sledgehammer op de voormalige plaats van Flyaway. En ze gaan die denk ik ook nog wat laten doorlopen op de parking, parking C, ik weet niet welke parking het is. Wat we ook nog van informatie hebben bijgekregen, is dat het een hele nieuw themadeel wordt. Een hele nieuwe themazone. Wat het thema is, weten we nog niet. Maar wat we wel weten, is dat Sledgehammer en Typhoon ook mee in het nieuwe thema van de triple launch coaster worden gestoken. En dat vind ik een zeer leuke toevoeging. Dat vind ik zeer leuk dat ze dat gaan doen. Ik ben heel benieuwd wat voor thema het moet krijgen. Als jullie nu op de i klikken, zien jullie een video waarin Bobbejaanland ooit verschillende thema's gepresenteerd had waarop fans konden stemmen. Dat is een video van een kwartiertje lang waarin ik elk thema apart bespreek, denk ik toch. Wanneer ze gaan beginnen met de bouw van deze achtbaan is in deze zomer, dus zomer 2018 gaan ze beginnen ermee. En tegen die tijd gaan ze meer bekendmaken, dus het baanverloop gaan ze tegen dan bekendmaken. Maar ze gaan ook de cijfers, dus de hoogste, de steilheidsgraad of de steilheid gewoon en de snelheid gaan ze dan bekendmaken. Dus is het zeker uitkijken naar daar. Nou, ik kijk er alvast zeer hard naar uit en ik denk dat ik in 2019 sowieso weer een bezoekje breng aan Bobbejaanland. Ik ben heel erg tevreden dat Bobbejaanland eindelijk weer een deftige attractie gaat krijgen. En ik ben ook zeer benieuwd naar wat jullie hiervan denken. Hebben jullie leuke ideeën? Willen jullie gewoon iets leuks kwijt? Of willen jullie gewoon iets zeggen? Of hebben jullie een vraag aan mij? Laat het zeker weten in de comments. De comments staan open. Ik antwoord altijd en ik ben er gewoon om te antwoorden. Volg me ook op social media die je hier in beeld ziet als je altijd op de hoogte wil blijven over mij en mijn kanaal. En dan heb je gewoon altijd al de updates mee. Dan vraag ik jullie nog om een like te doen op deze video. Het zou me zeker een plezier doen. Wat me nog veel meer plezier zou doen is om te abonneren op mijn kanaal. Dat zou ik zeer hard waarderen en dat steunt me echt heel erg. Dan heb ik nog maar één ding te zeggen voor deze video. En dat is dat ik jullie bij de volgende video zie. Tot dan!